Dag allemaal, wij zijn Nikki en Paula en wij werken vanuit onze eigen disciplines met energie. We hebben vragen verzameld en die gaan wij voor jullie beantwoorden. Dus Nikki, de vraag van vandaag. De vraag van vandaag. Hebben kleuren effect op een ruimte? En zo ja, welk effect dan? Ja. Nou ja, als ik moet beantwoorden, want ik denk dat het misschien iets meer jouw cup of tea is dan de mijne. Ja, kleuren hebben effect op een ruimte. Welk effect? Dat hangt heel erg van de persoon af. En ik weet dat er ook een hele kleurenpsychologie bestaat. Maar dat is niet mijn allersterkste kant. Alhoewel ik natuurlijk de basics weet. En ook weet hoe ik iemand kan begeleiden om een juiste kleur uit te kiezen. Maar hoe ga jij daarmee om? Ja. Nou, we weten natuurlijk inderdaad de psychologische effecten van kleuren. Maar inderdaad, precies wat jij net zegt, dat is ook heel persoonlijk. Want de een kan heel misschien agressief worden van rood, terwijl de andere juist de kleur van passie en liefde vindt. Dus inderdaad, het is heel persoonlijk. En natuurlijk inderdaad, de koele kleuren, de blauw of de lila, dat is natuurlijk wat rustgevender dan de warme kleuren. Als ik een Feng Shui consult maak, dan laat ik die psychologische effecten wel een beetje los. Natuurlijk bespreek ik ook met degene van, wat vind je zelf mooi? Wat is jouw stijl? Waar hou je van? En bij bepalen van de kleuren kijk ik dus naar de vijf elementen. De vijf elementen zijn vuur, water, hout, aarde en metaal. En die werken dus volgens een bepaalde cyclus werken die op elkaar in. Dus zo krijg je balans. En ik kijk dan naar wat heeft die ruimte nodig? Welk element moet er komen? En welke kleur? Onder andere hoort daar dan bij en voegen we dat toe. En soms zijn het niet eens altijd kleuren, want hout is in dat groen of bruin, maar ook een echte plant is ook hout. Dus het wil echt niet zeggen dat je met Feng Shui een hele bonte verzameling van kleuren krijgt. Want ik denk dat daar niemand goed op draait. Maar in de Feng Shui hebben kleuren dus effect om flow en balans in een ruimte te brengen. En als jij dan zo'n Feng Shui consult doet, is het dan echt ook om mensen te helpen met inrichten? Of kijk je echt meer naar het energetische aspect? Of is het eigenlijk een beetje van allebei? Eigenlijk van allebei. De basis is energetisch aspect. Dus we kijken echt van, hoe ziet het gebouw eruit? Wat heeft het nodig? En dan ga je natuurlijk ook een leuke moodboard maken. Van hoe kan je het dan het beste inrichten? Want wat zijn dan de beste plekken om te zitten? Welke kleuren? Waar kan je dan slapen? Waar kan je dan werken? Dus het is inderdaad een combinatie van beide. Ja. Dus mensen kunnen ook heel goed bij jou terecht als ze eigenlijk met de handen in het haar zitten qua inrichting. Zeker, ja. Zeker. Nou, tof om te weten. Nou, heb jij nou ook nog een vraag? Stuur Paula een mailtje naar info@fengshuifeelings of naar mij info@happyhome.nl. En dan maken we er misschien een volgend filmpje over. Tot de volgende keer. Doei.